was een jongetje van 8 jaar, ging ik judoën met Tony Wagenaar in Slotermeer. En daar was ik toen bruine band. Maar je mocht dan voor je 12e jaar mocht je geen zwarte band halen. Dat was toen van de judokon. En toen ben ik gaan voetballen. Ik heb een hele tijd heb ik motocross gedaan. Dat vond ik ook heel erg leuk. Toen ben ik gaan varen. En toen kwam ik aan boord een Fransman. Toen kwam ik eigenlijk een beetje in contact met het boks Français, Safat. En dat vond ik wel leuk, trappen. En toen heb ik ook een beetje gebokst met Laurens Kuiper. Dat was toen de tijd een Nederlands kampioen uit Groningen. Die vader toen ook met mij. Toen ben ik hier in Amsterdam naar de boksschool gegaan, Koning. En daar heb ik ongeveer 3 jaartjes gebokst. En toen stond ik in die periode portier. En toen kwam ik een kennis van Jan Stappen tegen. Dat was eigenlijk Kyoko Shinkai leraar. En daar ben ik toen gaan trainen. Dus ik begon eigenlijk met Kyoko Shinkai. Terwijl ik al judo achtergrond had en wat boksachtergrond. Toen was ik oranje band Kyoko Shinkai. Toen werd ik in een team samengesteld met zwarte banders. Moest ik een zwarte band om van mijn leraar. Anders mocht ik niet meevechten. En mijn eerste partij, toen werd ik gedisqualificeerd omdat ik sloeg toen naar het hoofd. Dat mocht toen de tijd niet. En toen dacht ik, nou, die trappen vind ik leuk, maar dat stoten niet naar het hoofd vond ik eigenlijk niet zo geslaagd. En toen ben ik in 70 ben ik toen mijn eigen stijl gaan creëren. Dus eigenlijk het boksen met de Kyoko Shinkai trappen. En ja, daar kwam het Shakuriki uit voort. Ik gaf het een naam, dat betekende verborgen krachten, dus power. En dat trainde ik met een man of 10. En met succes. Toen gingen we wat wedstrijdjes vechten links en rechts. En we hadden zulke successen met knokken. We kregen toen de naam. Ja, toen breidde dat zich vanzelf op een gegeven moment heel erg uit. En zo zijn we gegroeid in die periode. Scholen zijn. Het was natuurlijk in die tijd in 1974 de eerste wedstrijden tussen Mijiro Gym en Shakuriki. Forsie kwam pas weer later, want ik kwam bij Mijiro Gym gedaan. Maar dat waren toch de Ajax Feyenoord partijen. Dat was hartstikke leuk. En ja, er werd zoveel over gepraat in Amsterdam. Dat maakte eigenlijk in die periode de sport populair. We vochten ook wel eens tegen andere schooltjes in de provincies, maar dat stelde niets voor. Maar heden ten dagen, als zit je bij wijze van spreken in Lutjebroek, heb je hele goede vechters. En dat juich ik toe, want hoe meer goede vechters je hebt, sorry, hoe betere competitie heb je. En dat is wel belangrijk. Ik vind, er moeten niet 2 scholen goed zijn. Nee, er moeten 100 scholen goede jongens hebben. Want dat maakt het alleen maar aantrekkelijker. In die tijd in 1973, als een leerling binnenkwam, dan moest je hem echt alles leren op techniek. Vandaag de dag als je een leerling binnenkrijgt, dan trappen ze en stoten ze al net zo makkelijk. En dan moet je ze alleen conditioneel en tactisch en andere dingen bijbrengen. Maar in die tijd was wel ons kenmerk hard vechten. Dus echt met karakter. Omdat wij kwamen uit een tijd, uit het free fight van Charles Dumignet. Dat was de man die toen de eerste wedstrijden organiseerde tussen verschillende vechtstijlen. Dat deed je met taekwondo, je had kempo, karate, nou, wij met onze shakuriki mensen. En dan was het echt keihard vechten. Het was gewoon op een mat toen de tijd, met blote handen. En dan mocht je op het lichaam gewoon keihard doorslaan. En later namen ze hele kleine handschoentjes, mocht zelfs op het gezicht. En in 1974 kwam toen Jan Plas met zijn vrouw Gerda, kwam bij mij in de sportschool en die had gehoord van ons. Hij deed toen die Kyoko Shinkai Kurosaki stijl uit Japan. En hij vroeg toen of we wedstrijden wilden doen tegen elkaar. Nou, het was top. En zo kwamen de eerste kickboxwedstrijden tot stand. Het was een harde stijl en wij concentreerden dus vooral op karakter in die tijd. En ik denk vandaar dat ze zeiden, shakuriki zijn knokkers en Mijiro Gym zijn technische vechters. Maar ik denk dat we allebei de scholen hadden, allebei techniek en allebei waren ze hard.
shakuriki was eigenlijk een karate-stijl. En dat is net als bij Badukai's, Yurishinka. Als je zwarte band bent, ben je leraar en dan mag je die stijl mag je verbreiden. En toen de tijd een assistent van mij, Erwin, die heeft toen inderdaad een zwarte band gehad en die mag dan gewoon shakuriki geven. Maar ik heb nogal 5 leerlingen die dat mogen doen. En Nick Bloomberg, Faisal Redding, mijn zoon die is er. Ik heb in Japan een school, Nobu Hayashi. Ik heb in Brazilië een school, Carlo Silva. Dat zijn mensen die mogen gewoon shakuriki geven. Dus dat is alleen de hoofddojo is nu Pancrazia. Ja, kijk, de trots van voor een club uitkomen. Het is toch een beetje veranderd in de loop der tijden. Vroeger, zeg maar, met name onze school ook, dan vocht je, dan had je een shakuriki broek aan en verder had je niets. Maar een hele hoop vechters hebben nu sponsors. En die sponsors betalen die jongens en dan verlangen ze natuurlijk dat ze die kleding van die sponsors aan hebben. En dat is eigenlijk terecht. Alleen is het bij ons wel zo dat iedereen toch een teken van het shakuriki teken op zijn broek of op een t-shirt heeft. Dus toch wel een verwantschap met de sportschool waar ze vandaan komen. Kijk, het logo, vergeet niet, ik begon in 1972 en toen de tijd was er een heel vreemd hondje bij ons in de buurt en dat was een bulteriertje onder de naam van een varkensnuit en een miereneter, een heel gek beestje. Maar in de encyclopedie van Toepoel, dat is een hondenencyclopedie, stond bij de bulterier, het is de gladiator onder de honden. He, sprintsnelheid op de eerste 50 meter was hij het snelst. Hij had verschrikkelijke karakter, moed, hij was bloedsterk. En hey, dat sprak me toen de tijd wel aan. Een beetje een vreemd ding in een wapen zogenaamd. Dat was toen een beetje gemixt met het karate. Dus we namen toen de bulterier als wapen, omdat het moedig was. Het staat dicht bij de mens, een hond stond toch dicht bij de mens. Kijk, die Wu Chu en al die kung fu stijlen, die namen draken. Maar ik denk, waarom nemen wij niet eens een hondje voor onze stijl? En dat sloeg wel aan. En op een gegeven moment, ik was een van de eerste toen in 1970 die al zo'n bulteriertje had. Maar op een gegeven moment hadden geloof ik 20 jongens van de shakuriki-stijl bij ons, hadden allemaal een bulteriertje. Dus het was eigenlijk ons wapen. Het was heel leuk in die tijd. Kijk, de loyaliteit bij vechters, dat is eigenlijk tweedelig. Je hebt jongens die zijn heel loyaal. Die blijven altijd bij één club. Er zijn jongens ja, die switchen heel snel omdat ze gek gemaakt worden vaak door beloftes die later blijken toch niet na te komen. Wat je ook heel vaak ziet zijn dat jongens als ze weg zijn, dat ze later toch weer terugkomen. Je hebt ook natuurlijk bepaalde scholen, die hebben een niveau waar een jongen op een gegeven moment topper wordt. En dan is een eenzame toppetje, ja, die gaat vaak naar een school die met een betere status. En dat begrijp ik ook wel. Dat is met name als dat je bij FC Ilpendam voetbalt en je gaat naar Ajax toe. Omdat de kansen liggen natuurlijk daar veel groter om zo'n jongen verder te kunnen helpen en te stimuleren. En zijn vechtloopbaan te verbreden. Dus het is een beetje dubieus. Maar er zijn ook vechters die het heel goed doen in een school. En dan is het eigenlijk gek dat ze gaan switchen, omdat ze toch al top vechten met toptrainers. Maar ja, dan worden ze vaak, wat ik zeg, gek gemaakt. En die loyaliteit, ja, dan is dat vechten zoeken natuurlijk. Dit is het slaat weer nou. Kom op dan. Mag toch, papa, dan doe je het. Heeft die afblokken. Kom op, kom op. Ja, heel goed. Dekker Ballantini, dat waren altijd toppartijen. Die hebben 3 keer tegen elkaar gestaan. Peter Aarts, Lopman. Toen de tijd, wie was er nog meer? Nou, Hestie tegen Badder, jammer dan dat zo eindigt. Maar dat is toch wel een klassieke, dat de siddering in de zaal was te voelen. En er zijn heel veel, Hippolyte tegen Perry Ubeda, ze waren allemaal toppartijen. Ze zijn er nog veel meer, als ik even terug ga vroeten, dan sta ik nog een half uur voor die camera. Er zijn gelukkig heel veel goede partijen geweest. Wat ik heb gedaan in de loop der jaren, als ik ergens in het buitenland ben met een vechter, dan ga ik in een park, omdat een training voor mezelf altijd een beetje looptraining en zo, dan pak ik altijd overal een grote steen mee. Dat bij de douane hebben ze wel eens diverse keren gek staan kijken. Dan heb ik ongeveer zo'n kei. En op die kei zet ik de naam van die jongens die daar gevochten hebben. En die leg ik in mijn tuin neer. Dus ik heb wel honderden stenen in mijn tuin liggen. Met allemaal namen en steden waar wij gevochten hebben. Dat is mijn beeldentuin. Let's see. It's right.